Op maandag 29 juni 2020 wordt de inschrijving van de historische binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO herdacht. Deze mijlpaal werd bereikt op 29 juni 2002. De historische binnenstad van Paramaribo staat onder het beheer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In 1997 richtte het ministerie de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname op, die input heeft gehad bij de nominatie van de historische binnenstad van Paramaribo. Na jarenlange voorbereiding door de SGES verkreeg de binnenstad van Paramaribo in 2002 officieel de status van UNESCO Werelderfgoedsite en SGES werd vanaf dat moment belast met het management hiervan. Wel, we staan hier midden in de Werelderfgoedsite, WHS, van de UNESCO. En we zijn er trots op dat we inderdaad binnen het cultuurbeleid ook in ruime mate aandacht hebben kunnen besteden aan deze prachtige realisatie. Hè. We hebben als binnen het cultuurbeleid duidelijk vastgesteld dat we de Surinaamse cultuur op een hoger niveau moeten brengen. Dat we de wereld veel meer moeten laten weten hoe rijk we zijn. Wanneer we dat zeggen, moeten we dat ook duidelijk merkbaar neerzetten. En deze opportunity hebben we gehad. Deze kans hebben we benut, want elk land heeft deze opportunity, om de mooie gebieden die ze hebben, de gebieden die historische waarde hebben, veel historische waarde, om ze voor te dragen voor een plek op de werelderfgoedsite. Dus binnen het cultuurbeleid is er vanaf 2000 keihard gewerkt om inderdaad dit gebied, de binnenstad van Paramaribo, met het prachtig museum dat we hier hebben staan, de koloniale huizen en de koloniale panden, die goed bewaard zijn gebleven. We hebben de kans benut om dit gebied in Paramaribo, midden in de stad, om het genomineerd te krijgen en geplaatst te krijgen op de Werelderfgoedsite. En zo zijn er meerdere sites in ons land, zo zijn er meerdere plekken in ons land, zo zijn er meerdere kunstwerken in ons land die we inderdaad kunnen voordragen. In het cultuurbeleid is het dus van belang dat je inderdaad niet alleen maar aandacht besteedt aan je eigen mensen bewust maken van hoe rijk en hoeveel mogelijkheden er zijn binnen de cultuur die wij allemaal beleven in Suriname, om je brood in te verdienen, om de mooie dingen die er zijn, om ze goed neer te zetten, goed te beschrijven en te verkopen. Denk maar aan de muziek die we maken. We bezingen zoals we de vrouw kunnen bezingen, artiesten de vrouw kunnen bezingen. Zo kunnen ze ook bezingen de mooie gebieden die we hebben. De plantages bijvoorbeeld, de dorpen, de bloemen, de bomen die we hier hebben. Het Nola Hatterman Instituut zoals het hier staat. En wij zijn dus vanuit het cultuurbeleid zijn wij hard bezig om deze zaken ook juist beleidsmatig zodanig aandacht te besteden daaraan dat de jongeren ook zich gaan toeleggen op: ik moet meer weten, ik wil meer weten, dat is interessant. Hoe kan ik dat in een schilderij, in een tekening, in een kunstwerk of in een lied, hoe kan ik dat uitbeelden en zodanig goed maken dat ik Suriname internationaal op de wereldkaart plaats. De historische binnenstad van Paramaribo is sinds 29 juni 2002 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. En om geplaatst te worden op de werelderfgoedlijst, daarvoor is de Outstanding Universal Value van zo'n site van belang.
En met die outstanding universal value wordt betekent dus de uitzonderlijke universele waarde. En dat wil zeggen dat zo'n site van zodanige culturele waarde moet zijn dat het als het ware grensoverstijgend is en ook dat het betrekking heeft op de generaties die voor ons waren, de huidige generaties, maar ook toekomstige generaties. Dus het gaat erom, het gaat om de universele waarde, niet alleen voor ons als een Suriname, maar ook voor de rest van de wereld. En gekozen is voor de historische stad van Paramaribo, historische binnenstad van Paramaribo, omdat we hier een hele unieke stad hebben. Deze stad stamt uit de 17e en 18e eeuw. En het is sindsdien, voor wat betreft het stratenpatroon, is het niet echt veranderd. Het is nagenoeg hetzelfde gebleven. Verder, we weten allemaal dat we een bijzondere architectuur hebben. En deze architectuur is ook bijzonder omdat het in Suriname alleen voorkomt. Het maakt ons uniek in de wereld. En dat komt omdat deze architectuur hier is ontstaan met Surinaamse materialen, met hout, inheemse materialen. En de bouwstijlen zijn dus eigenlijk een mix van stijlen. We hebben Europese stijlen. We waren vroeger een Nederlandse kolonie, dus Nederlandse stijlen. Maar we hebben ook Franse invloeden. Je ziet Duitse invloeden, ook Noord-Amerikaanse invloeden. Maar ook Creoolse invloeden. Ja, dus het is een hele mix geworden. En in het begin, ontstaan van die kolonie, waren het meer, je kan zeggen, de Nederlandse architecten die hier bezig waren. Maar later kreeg je dat ook Surinaamse bouwmeesters, Surinaamse ambachtslieden en zelfs tot slaafgemaakte, die allemaal hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze stad. Dus dat is sowieso een van de redenen. Verder, de architectuur, maar je zal ook gemerkt hebben dat de grootste concentratie van monumentale panden zich in dit gebied bevindt. Toch? En we denken aan opvallende gebouwen, blikvangers, zoals het Presidentieel Paleis, het Ministerie van Financiën, de Kathedrale Basiliek, de Hervormde Kerk, het Waaggebouw. Het zijn allemaal gebouwen die een bijzondere historische waarde hebben voor ons land. Maar ook plekken zoals het Onafhankelijkheidsplein, de Palmetuin, hier het Fort Zeelandia als oudste plek van Paramaribo. Dus de stad heeft een bijzondere cultuur, historische waarde voor ons als Surinamers, maar ook voor de wereld. En daarom is daarvoor gekozen. En wat ik nog erbij wilde zeggen, is dat los van dus de materiële zaken, de monumentale panden en de gebieden hier in dit werelderfgoedgebied, is die binnenstad van Paramaribo ook belangrijk voor de identiteit van de Surinamers. We voelen ons allemaal wel verbonden met onze binnenstad. Meestal worden ook afbeeldingen van monumentale panden gebruikt als men iets van Suriname wil laten zien. Eigenlijk is het een beetje zoals bijvoorbeeld als je aan de Eiffeltoren denkt, dan denk je aan Parijs. En eigenlijk als je denkt aan de monumentale panden, als je die toren van financiën ziet, dan weet je dat we praten over Paramaribo. In eerste instantie is plaatsing op de werelderfgoedlijst een grote eer. Toch? Om als land met je erfgoed op die werelderfgoedlijst te staan. Het heeft te maken met trots, nationale trots. Je bent trots op hetgeen je hebt. En jij moet dan als land zoveel mogelijk eruit gaan halen. Dus je moet die werelderfgoedstatus gebruiken om je land bekendheid te geven in de wereld. Toch? En het gaat natuurlijk niet alleen om de wereld, maar in eerste instantie om de Surinamer. Toch dat we trots gaan zijn op datgene dat van ons is. En dat je ook weet eigenlijk van waar we komen, wie we zijn, waar we naartoe gaan. Ja, dus het is wel belangrijk dat we een plek hebben op die lijst. En het is ook goed misschien om erbij te vermelden dat de Suriname twee werelderfgoedsites heeft. Dus de historische binnenstad van Paramaribo en het Centraal Suriname Natuurreservaat.
En binnen het Caribisch gebied zijn wij dus na Cuba de tweede die dus met de meeste sites op de wereld erfgoed leest. Cuba heeft een aantal, wij hebben twee. En in het Caribisch gebied hebben de meeste eilanden hebben één. Ja, de meeste hebben één en sommige helemaal niet. Guyana heeft bijvoorbeeld nog niet, Frans-Guyana nog niet, Trinidad nog niet. Maar wij hebben dus twee en wat dat betreft zijn we dus toch wel, mogen we wel trots zijn op onszelf. Het is een historische plek, de naam zegt het al, het is een historische plek. En wij hebben als directoraat cultuur inderdaad in 2002 deze historische plek op de werelderfgoedlijst kunnen plaatsen. Het is de plek waar eigenlijk het leuk toeven is. Het geeft inzicht in wie we zijn als Surinamers. Het geeft inzicht in wat allemaal hier in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Als je de Sommersdijkse kreek ziet, dan is het toch interessant om het verhaal achter de Sommersdijkse kreek te horen, te weten dat het gegraven is met de hand door tot slaafgemaakte mensen. Het is toch belangrijk en mooi om te weten dat in de palmentuin waar nu die prachtige Wakapassi staat, dat er ooit eens daar een inheemse dorp gevestigd was en dat er strijd daar is geleverd en mensen, onze voorouders zijn als overwinnaars uit die strijd gekomen. Dat geeft kinderen een gevoel van trots, een gevoel van dat wil ik ook zijn, ja, die hero die daar in de palmentuin stond uit de inheemse voorouders van ons, die strijd heeft geleverd en heeft overwonnen de kolonisator. Dus dat is de betekenis die wij steeds weer benadrukken, wensen te benadrukken. En dat is het belang van weten waarom deze plek inderdaad zo vol geschiedenis zit, dat de UNESCO heeft gezegd, ja, op basis van wat wij ze hebben voorgedragen, dit is belangrijk genoeg dat de hele wereld meer weet over de historische binnenstad van Paramaribo. Dus de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGS, is in 1997 opgericht met als doel onder andere, of als taak onder andere, het nominatiedossier om de historische binnenstad voor te dragen, om op die lijst geplaatst te worden, om dat allemaal voor te bereiden. En dat is toen gebeurd in samenwerking met Surinaamse en buitenlandse deskundigen. Nadien, na dat heel proces van indienen, beoordelen, terug sturen, weer aanpassen, is het uiteindelijk, was het dus een feit. En nadien is Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname aangewezen als site management autoriteit. En als site management autoriteit is het dus belangrijk dat je dus erop toeziet dat de regels, zoals ze staan in de conventie van de UNESCO, de Werelderfgoedconventie, dat je erop toeziet dat die nageleefd worden. Er moet ook regelmatig gerapporteerd worden naar het Werelderfgoedcentrum. En verder, als SGS, doe je dan aan bewustwording of je voert bewustwordingsprojecten uit om de Surinamer te betrekken bij hun eigen erfgoed. Dus dat zijn zo een beetje de taken van SGS als het gaat om beheer of management van de werelderfgoedsite. Als stichting hebben we toch de indruk dat het bewustzijn van de Surinamer nog moet groeien. We zijn een ex-kolonie. We zijn ongeveer 40 jaar, 45 jaar onafhankelijk. We hebben een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt als Surinamers. En we moeten nog groeien, denk ik hoor, in het waarderen of in de waardering van ons eigen erfgoed. Omdat er vaak nog bij sommige mensen of bij delen of bij groepen de indruk bestaat van het is een koloniale stad. Doet ons denken aan ons koloniaal verleden, niet zo'n mooi verleden. En moet je dan zoveel effort maken om dat alles te behouden. Maar wij gaan ervan uit van
het hoort bij ons verleden. Het heeft geen zin om het uit te wissen. We kunnen er niets aan doen. Het hoort bij ons verleden. Wat wij moeten doen, we behouden, we leren eruit en we gebruiken het als bron van inspiratie om de fouten die toen gemaakt zijn niet meer te maken en om zo verder te gaan. Eigenlijk als een basis voor je verdere ontwikkeling. Er is op dit moment bijvoorbeeld de stichting Jode Savannah is hard bezig om dat gebied, Jode Savannah gebied, dat zo rijk is. Het is een uniek gebied, zeker voor de nazaten van de Joden in Suriname. Ik heb begrepen dat het zodanig van betekenis is dat voor de Joden over de hele wereld om te weten dat dit gebied in Suriname ligt. Dus ze zijn hard bezig om dat ook genomineerd te krijgen. En zo zijn er andere gebieden die vanuit het directoraat cultuur, met behulp van het directoraat cultuur, absoluut goed genoeg zijn om ook goed beschreven te worden. Want je moet eerst goed beschrijven wat je hebt. Dus je moet eens weten wat je hebt, zodat je het gaat verkopen. Niet alleen maar aan jouw mensen, dat ze dat gaan schragen, behouden. Want je weet hoeveel vernietiging er ook soms kan plaatsvinden van zaken waar mensen eigenlijk, omdat ze er niet zoveel van weten, ze die waardering niet voor kunnen opbrengen, waardoor de vernietiging dan plaatsvindt. Maar als we in staat zijn, dankzij het cultuurbeleid, zoals we dat cultuurbeleid inrichten, als we in staat zijn om onze mensen bewust te maken van de waarde van hun erfgoed, cultureel erfgoed, dan zullen we beter in staat zijn om veel meer gebieden, veel meer zaken uit ons land voor te dragen, om ook genomineerd te worden op de werelderfgoedsite. Maar niet alleen gebouwen en plekken worden genomineerd hoor. Maar wat er ook is, is dat Suriname gelukkig de conventie immaterieel erfgoed van de UNESCO heeft geratificeerd in 2017. En wat voor mogelijkheden biedt deze conventie? Deze conventie maakt het mogelijk om zaken die wij als normaal zien, toch? Wij zien de Gridbana soep als normaal. Wij zien het bakken van Bakak Saba als normaal. Wij zien de manier waarop wij hier onze chow mein maken als normaal. Is Surinaam, zo kennen het. Maar het is erfgoed. Het komt van ergens. Er zijn bereidingsprocessen. Het heeft een procedure voordat je inderdaad die lekkere pom krijgt of die bruine bonen à la Surinaams. Waarom noemen we het zo? Het is cultureel erfgoed van Suriname. En dat is immaterieel erfgoed. Het is die kennis, het zijn de vaardigheden, het zijn nou net die unieke dingen die wij als Suriname hebben. In onze muziek, in onze dans, in onze voeding, in onze kunst. Dat maakt dat het Surinaams is. En omdat het Surinaams is, moet jij als Surinamer het verkopen aan de wereld van hé, dit is waarom we het Surinaams noemen. En voor ons is het inderdaad heel erg belangrijk dat het behouden blijft. Dus we moeten het gaan neerzetten, we moeten het beschermen en we moeten het op die manier dan gewaardeerd krijgen op internationaal niveau. Daarvoor hebben we de mogelijkheid binnen het immaterieel cultureel erfgoed. De conventie die we hebben geratificeerd maakt het mogelijk dat de UNESCO op een gegeven moment zegt van werkelijk, zoals die Koto, want NAX heeft dat opgepakt, NAX zegt, als organisatie, directeur cultuur, directoraat cultuur, voor mij is die Koto zodanig belangrijk dat ik het ook verheven wil laten worden door de UNESCO als erfgoed van Suriname. Zijn bezig dat goed te beschrijven, want Koto is in alle variaties, komt dat voor en zo. En ze zijn dus hard bezig om dat daar te krijgen. En dat is ook de manier waarop die gamelan men bezig is te beschrijven nu bij de VHJI. Maar zo zijn er andere cultuurproducten die er zijn, die wij waarderen al jaren. En via het directoraat cultuur de mogelijkheid hebben om deze ook op de UNESCO werelderfgoedlijst te plaatsen. De cultuursector is divers, is breed. En in 1980 heeft de overheid gezegd, van wij gaan een directoraat cultuur inrichten. Dat is 40 jaar geleden.
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat dat besluit is genomen. En wat je in het verleden hebt gehad, is dat vanuit het directoraat cultuur meer de aandacht ging op die expressie. Kunst, dans, zang. We hebben op Carifestas gestaan. We hebben grootheden als Dobro, Henk Tjon, Thea Doelwit voortgebracht. Die mensen zijn wijd bekend, zeker in de regio. Wambong is onsterfelijk geworden. Dat is de focus geweest van het beleid vanuit het directoraat cultuur toen. Vanaf 2000 eigenlijk begint er een wending te komen in dat beleid. Er komt meer aandacht voor materieel en immaterieel erfgoed. En dan zie je die ontwikkeling. Dat je inderdaad die werelderfgoednotering krijgt van de binnenstad van Paramaribo. Dat je nu een groot project hebt. Daaruit heb kunnen voortbrengen. Grootste investering ooit in de geschiedenis van cultuur Suriname. Met dat IDB-project. En dat zijn allerlei zaken die te maken hebben met hoe, wat is de input vanuit het beleid binnen die sector. Dus wat je nu hebt, is dat je inderdaad ook vanuit het directoraat cultuur die beweging hebt om het immaterieel erfgoed, want materieel erfgoed is weer het erfgoedlijst, je kan die dingen zien, materie, gebouwen. Maar het immaterieel deel is dat deel waar ik het net over had. Namelijk die kennis die we hebben over hoe je de producten, het eten, die dans, die zang, die kotten en die pangi, hoe je dat zo uniek mogelijk kunt presenteren aan de wereld. Wij hebben dus vanuit het directoraat cultuur hebben we het beleid zodanig omgebogen dat we die aansluiting zoeken naar die wereld. Want cultuur is mooi om hier te hebben, maar we kunnen niet hier blijven ronddraaien. We moeten onze cultuur verkopen. We moeten er geld mee verdienen. Ik moet aan jongeren kunnen vertellen, dankzij het cultuurbeleid dat gevoerd is, kun je nu je product daar presenteren op de internationale markt. Zoals onze geweldige koks prijzen winnen in het buitenland met hun dishes, hun creaties op het gebied van voeding. De fashion designers, die winnen prijzen. Maar dat komt allemaal door de samenwerking die je hebt. En het moet verbeterd worden, absoluut. We zijn er nog niet helemaal, het moet absoluut verbeterd worden. Er moet veel meer steun komen vanuit die overheid naar die sector toe. Waardoor die begeleiding er is, hè? Die begeleiding naar internationaal, regionaal en internationaal. Dat we die begeleiding goed aanpakken, goed neerzetten, zodat we veel meer, want we hebben veel meer te bieden dan wat we tot nu toe hebben gerealiseerd. Het is maar een glimpje, toch? En daarom is het niet verwonderlijk dat toen de Surinaamse overheid de keuze had binnen het Caribisch gebied om het beleidsgebied te pakken waar op het hoogste niveau aandacht aan besteed zou worden, is er op het niveau van de president de keuze gemaakt voor jeugd, sport, gender en cultuur. Het is niet zomaar. Het is ingegeven vanuit het besef dat Suriname die capaciteit heeft, de potentie heeft om die beleidsgebieden, om wat betreft die beleidsgebieden, nummer 1 te worden in het Caribisch gebied. Dus, en daar is die uitdaging er nog steeds. Het is een ongoing thing. We moeten er veel meer voor gaan. Hoeveel draagt cultuur bij in die sector? Het is nooit gemeten. We weten het niet. We moeten daar onderzoek op loslaten. We weten wat we zien. De producties die we elke dag zien op televisie, radio. De prijzen die gewonnen worden met de muziek en zang, dans, etc. Toch? We zien dat wel, maar meten is weten. We moeten historisch wetenschappelijk onderzoek op loslaten. En daar is het directoraat cultuur ook verplicht toe. Dat is ook deel van het beleid van het directoraat cultuur. Om inderdaad de geschiedenis en de zaken die we hebben gerealiseerd de afgelopen decennia als volk. De zaken die we hebben gerealiseerd om ze inderdaad zodanig te verkopen dat we veel meer van betekenis zijn qua inkomsten van het land. Cultuur en toerisme zijn nauw verbonden aan elkaar. Hoe komt dat?
toeristen komen naar een land om andere dingen te zien dan wat ze zien in hun land. Wel, wij hebben op dat gebied veel meer te bieden. Maar als we niet in staat zijn om samen te werken, beter samen te werken, en cultuur te integreren in toerismebeleid, cultuur beter te integreren in handelsbeleid, cultuur beter te integreren in het buitenlands beleid, cultuureducatie beter tot stand te brengen binnen het onderwijsbeleid, dan gaan we inderdaad ons ding doen en hier blijven ronddraaien, maar nooit in staat zijn om een toekomst te bieden aan onze jongeren binnen cultuur. We hebben het gehad over de monumentale panden. U zal zelf gezien hebben in de Surinamers allemaal ook, dat vele monumentale panden in slechte staat verkeren. En veelal zijn het jammer genoeg de overheidsgebouwen die in slechte staat verkeren. Dus wat behoud betreft zijn er sowieso een heleboel uitdagingen, knelpunten. De monumenteneigenaren die krijgen tot nu toe geen overheidssteun om hun pand te onderhouden. Dus dat moeten zij zelf doen. Via het PURP-programma zal in de toekomst zal daar wel verandering in optreden. Maar tot nu toe moeten ze daar zelf voor zorgen. En ja, er wordt vaak geklaagd, het is duur. Onderhoud van hout is duur. We hebben last van houtluizen. En als stichting kunnen we hun daarbij niet echt dus wat financieel ondersteunen. Anders, op het gebied van beheer, zou je kunnen zeggen, site management autoriteit. Maar er zijn binnen die historische binnenstad verschillende organen, zou je zeggen, instanties die te zeggen hebben over bepaalde gedeelten. Dus waardoor je soms langs elkaar heen werkt en er niet echt sprake is van een algehele, je zou zeggen, coördinatie voor het beheer of het managen van die stad. Dus je hebt niet, de stichting heeft niet die power om echt zaken gedaan te krijgen binnen die historische binnenstad. Dus wat dat betreft zijn er ook wel wat knelpunten. We hebben natuurlijk ook andere problemen binnen die historische binnenstad, zoals het zwerversprobleem. Dat vormt ook een belemmering voor bezoekers die naar de stad komen. Je hebt ook het feit dat de stad in het verleden een belangrijke woonfunctie had. Maar nu zien we dat de meeste mensen weggetrokken zijn uit de stad. Het zijn meer overheidskantoren en bedrijven. Ook sommige bedrijven vertrekken zelfs ook nog. Dus de stad is na 3 uur, valt er niet meer zoveel te believen in onze historische binnenstad. Maar ook dat wil men, ook via het PURP-project, wil men ook daaraan aandacht besteden. Dus dat zijn zo'n beetje de knelpunten. Natuurlijk, het is een houten stad en vatbaar voor brand. Dus dat is ook een challenge om de stad brandveilig, om te letten op je brandveiligheid. We weten dat in de geschiedenis grote delen van Paramaribo zijn afgebrand. En moet natuurlijk niet meer gebeuren. Dat moet natuurlijk niet meer gebeuren. Dus dat zijn zo'n beetje een paar knelpunten waar tegen we aankijken als het gaat om behoud, beheer, bescherming van die historische binnenstad van Paramaribo. Voor Suriname, natuurlijk, je mag steeds meer voordrachten doen van een bijzondere historische sites, erfgoedplekken in het land. De Stichting Joden Savannah is bijvoorbeeld bezig nu met voorbereiding van het nominatiedossier van Joden Savannah om ook voor te dragen om op de werelderfgoedlijst geplaatst te worden. En in de toekomst wil men ook de rotstekeningen van Verify, denkt men ook om dat voor te dragen om op de lijst geplaatst te worden. Dus sowieso mag je steeds verder gaan met een identificeren van je erfgoed, voordragen. Een grote kans ligt in onze
toerisme sector, zoals ik al eerder zei, om dat echt te gaan benutten. Maar natuurlijk dat die genoeg staat, dat als je je land gaat promoten in de wereld van, we hebben hier een prachtige historische binnenstad. Als de toeristen komen, moeten ze wel waar voor hun geld krijgen. Zo, dus, de gebouwen moeten in goede staat verkeren, er moet wat te doen zijn, er moeten toeristische attracties zijn. Dus op dat gebied zijn er vele kansen voor ons, maar ook voor ons als Surinamers. Want in feite gaat het in eerste instantie over ons als Surinamers. Toch? We kunnen zeggen toeristen van buiten, maar ook wij willen denk ik wandelen, leuke dingen doen met het gezin, met de familie, in de stad. Dus het is in eerste instantie voor ons ook dat we ons betrokken gaan voelen, dat we trots gaan zijn op hetgeen we hebben. Weet je? En dat het ons ook stimuleert, dat het ons inspireert om verder te gaan. Het Directoraat Cultuur heeft een aantal initiatieven in het verschiet gericht op behoud van het cultureel erfgoed, waarvan het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, thans in uitvoering is. Dit programma wordt gedurende 5 jaar uitgevoerd met een lening van de Inter-American Development Bank. Het programma heeft 3 hoofdcomponenten. De eerste richt zich op stedelijke interventies. Dat wil zeggen dat wij, zoals u ziet, oud DNA-gebouw en algemene zaken zijn nu reeds onder constructie. Verder gaan we nog 5 overheidsgebouwen renoveren. Dat wil zeggen dat de gebouwen van het ministerie van Justitie en Politie, als ook het gebouw van Stichting Gebouwd Erfgoed hier achter mij gerenoveerd worden. Dat is component 1. In component 2 praten we over financiering voor de particuliere eigenaren in de WHS. De particuliere eigenaren krijgen een zachte lening, om het zo uit te drukken, om hun renovaties te ondersteunen. Maar we gaan ook beginnen met grants geven, 2 tot 3 grants aan de particuliere eigenaren waarvoor een goede proposal ingediend moet worden. En dat is dan een soort launch van component 2. Component 3 focust zich op institutionele versterking van SGS en alle key partners. We denken aan communicatie, wijd, brede communicatie in Suriname over wat cultuurbeleid is, de verhoudingen tussen SGS, andere cultuurinstituten zoals CCS en het directoraat cultuur, maar dan ook PURP als initiatief van cultuur. We kijken naar andere maatregelen zoals special building codes. En we kijken ook naar andere standaarden die moeten meewerken aan het beter beheren van het WHS, van de WHS. De grants zijn bedoeld als een soort launch van de financial instrument die gegeven moeten worden aan de particuliere eigenaren onder component 2. De bedoeling is dat we met 2 tot 3 proposals, dus financiën die we gaan uitgeven aan de particuliere eigenaren, de eigenaren stimuleren om het onderhoud van hun gebouwen zelf in handen te nemen. Maar ook het functioneert als een gedeeltelijke financiering. Hè? Het is niet de bedoeling dat we het geheel plan gaan financieren, maar een deel daarvan. Dus dat zijn de grants, ze zijn nu in voorbereiding. En wij mikken op tweede helft, derde, vierde kwartaal van dit jaar. De toekomstplannen zijn om naar Waterkant te kijken, om daar een facelift aan te geven. De grants kunnen we noemen als toekomstplannen, want dat gaan we pas tweede helft van dit jaar, bijna einde van dit jaar doen. Volgend jaar gaan we door met renovaties van de overheidsgebouwen. En we gaan nog steeds verder met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieactiviteiten. Activiteiten in samenwerking met Directoraat Cultuur en SGS, zodat de bekendheid en die connectie tussen de 3 organen beter naar voren komen. Het is de bedoeling dat met de gelden van PURP de overheidsgebouwen, maar dan ook de particuliere eigenaren hun gebouwen kunnen renoveren. En laat ons even eerlijk zijn, de gebouwen zoals ze er nu bij staan is niet wat het wezen moet. En we hopen tenminste dat met deze gelden het gezicht van de gebouwen, de koloniale gebouwen, weer in hun oude glorie kunnen staan. Dat het aantrekkelijker wordt, maar we gaan ook kijken naar stadsvervrijing. Dus hoe zien de straten eruit langs de historische gebouwen? We gaan kijken naar waste management, we gaan kijken naar extra verlichting, we gaan kijken naar informatieborden voor de monumentale gebouwen, zodat wanneer je voor een gebouw staat, dat je niet alleen weet welk gebouw daar staat en het adres, maar dat je de geschiedenis achter het gebouw ook begrijpt en onthoudt. We gaan ook kijken naar online activiteiten, dus bijvoorbeeld hoe doe je een speurtocht maar online. Of hoe doe je een tour door de binnenstad maar online.
Dus naar al dat soort creatieve manieren willen we kijken om mensen te trekken naar de binnenstad, maar ook om de binnenstad, het gezicht van de binnenstad, een beter te maken dan wat het nu is.